Oh, hallo allemaal. Welkom terug bij Eefjes Eetbare Stadstuin. Dit keer niet de tuin, net als de vorige keer. Het gaat nu over wat handwerkdingetjes die ik hier heb liggen, waar ik mee bezig ben. Er is er eentje af, helaas kan ik die niet laten zien, omdat ik dat al heb weggegeven. Maar ik ga toch proberen om een foto te plaatsen en dat wordt dan waarschijnlijk hier. Maar lukt het niet in het beeld te brengen, dan schuif ik hem er even tussen. Even kijken, oh ja. Dat project, dat was Theo de kat. Helaas kan ik het patroon niet. Oh, die heb ik natuurlijk alweer opgeruimd. Maar ik had dus een mandje met allemaal van die katoentjes. En daar heb ik een leuk beest van gehaakt. Helaas, met haken krijg ik heel veel last van mijn handen. Dus ik ben over op breien. Of althans, als ik haak, doe ik een breiproject ertussendoor. En wat voor project? Ga ik even deze kant op. Ik heb een hele mond vol met allemaal verschillende wolle wol. Dit zijn toevallig, ofthans bijna moet ik zeggen. Er zit een enkel bolletje bij waarvan de draad iets dunner is dan de ander. Maar van deze bollen ben ik een deken aan het breien. Ik zie heel veel mensen die maken restjes op. En ja, meer die memory dekens, maar die worden gebreid of gehaakt van sokkenwol. Zoveel sokkenwol heb ik niet, dus ik dacht van, weet je wat? Ik heb nog die hele kist met al die wol staan. Ik ga ze uitzoeken. Dezelfde dikte bij elkaar. En dan ga ik ook een memory deken maken. Dus ik ben gaan surfen om te kijken van, nou, wat vind ik nou leuk? Ik denk van, nou, ben ik toch wel tegengekomen. Ja, dat vond ik leuk. Ik ben een log cabin deken aan het maken. Ik heb allemaal verschillende soorten blokken gemaakt. Elke binnenkant heeft een andere kleur. Elke buitenrand heeft een andere kleur. Dus die randen, die zijn geen van alle gelijk. Dus ik zal, als ik er dus twee van deze eventjes bovenop elkaar leg zo. Dan is de bovenste rand heeft een andere kleur als deze rand. Deze of welke rand dan ook, zal nooit op dezelfde plek terugkomen. Dus af en toe wel even een gegogel dat ik alle blokken neer moet leggen als ik weer met een nieuwe begin. Maar heb je voldoende, dan maakt het niet uit. Je kan ze ook allemaal hetzelfde breien. Helemaal geen probleem. Ja, deze zijn gebreid. Ik heb deze echt gebreid. Deze zijn niet gehaakt. Op mijn blog wil ik deze blokken een beetje uitwerken. Maar ik zal ook even een link plaatsen hieronder waar ik dit vandaan heb. Dit patroon is trouwens ook per haar gratis te downloaden. Oké, ik heb mezelf weer verrijkt met een boek. De nieuwe breibijbel. Ik wil elke keer de haakbijbel zeggen, maar dit is de breibijbel. En puur om al die kabels en zo weer eens een beetje op te pakken. Vandaar dat ik begonnen ben met breien ook. Alhoewel, breien deed ik wel. Maar niet echt kledingstukken. Maar ik ben dus een spencertje aan het maken voor mijn kleinzoon. Dit is de achterkant. Nee, dit is de voorkant. De achterkant ligt beneden. Daar ben ik mee bezig. Daar ben ik ongeveer op 1/3. Eigenlijk hoort deze in het rond te breien. Maar op de een of andere manier heb ik ruzie met die rondbreinaalden. Dus ik heb gezegd, ik ga het hem eventjes uitwerken. En hij gaat gewoon op 2 breinaalden. Ik brei deze met scheepjes. En dit is kleur Middelburg. Nummer
Oh god, dat kan ik niet lezen. Even mijn leesbril op. Kleur nummer 1003. Ja, Middelburg. Maar, ik heb alleen maar ruzie met die wol. De eerste bol. Ik was aan het breien. Op een gegeven moment, ik brei vanuit het midden, dus ik trek die pluk eruit. En ik heb ineens twee bollen in mijn handen. Draad gewoon, hup, knip. Twee bollen. Ik denk van, nou, is dat normaal? Dat weet ik niet. Ik heb contact opgenomen met de winkel waar ik ze gekocht heb. En die zeiden van foto maken, opsturen en dan gaan wij contact opnemen met scheepjes, want dit hoort niet. Continu ook alleen maar klittens. Elke keer een pluk eruit, helemaal in de klit, uit de knoop moeten halen. Ik heb hem dezelfde draad ook al een keertje af moeten knippen, omdat ik die knoop er niet meer uit kreeg. Nou, weet ik niet of dit normaal is bij deze wol. Of heb ik dan toevallig twee slechte bollen uit die hele serie? Ik weet het niet. Maar ik ga er nog eentje maken, want mijn schoondochter wilde er nog wel eentje hebben. Een rode of zo. Rood geloof ik, begreep ik dat ze wilde. Ga ik weer diezelfde wol nemen. Ga kijken of ik een mooie rode kleur eruit kan kiezen. En dan ga ik kijken of het weer zo is. En als het weer zo is, dan is het voor mijn einde van dit scheepjeswol. Ik heb met echt mijn andere bol heb ik dit nog nooit gehad. Alleen maar met deze. Daarnaast heb ik een boek gekregen met de kerst. Er staan 40 haakpatronen in. Knuffeldieren. En die zijn leuk. Die zijn echt, er staan hele leuke in. Dus daar gaan we er zeker wel een aantal van uitmaken. Alleen, het haken doet, of althans, ik heb last van haken. Mijn linkerhand, op de een of andere manier krijg ik zoveel pijn in die gewrichten. En, maar ja, ik heb beginnende artrose, dus dan, voor degenen die dat ook hebben, weten dat je dan niet lang kan blijven haken. Dus ik wissel daarom dus af met dat breien. Dus de ene keer een beetje haken, de andere keer wat breien. En misschien de ene keer wat meer breien. En als ik aan het haken ben en het moet af, ja, dan haak je wat meer. Maar dit was eigenlijk alles, of nee, ja, nog niet alles wat ik wilde zien. Ik laat één ding laat ik sowieso niet zien, want dat is een project die ik hier in mijn woonstad maak, bij een quiltzaak. Daar kan je ook cursussen doen. En het is niet altijd quilten. Het is ook, daar kan je ook beduren en andere dingen doen. Die laat ik niet zien, want ik weet niet of ik dat mag laten zien. Misschien als het dadelijk af is, misschien wel. Of ik moet het vragen, want volgende week of die week erop, dan heb ik weer een ochtendje dat ik er naartoe kan. En dan is het laatste. Ja. Dat is mijn doosje, mijn wolletjes die ik besteld had en die ik binnen had gekregen. En eerlijk gezegd wilde ik hierover gaan vloggen, maar omdat ik in de tussentijd ook een baan heb gekregen, of een baan heb gevonden, het is al een 0-uur contract, nu dus weer door die corona zit ik dus thuis. Want de mensen die dus een vast contract hebben, die kregen voorrang, die moesten dus wel hun uren weg zien te werken. Maar ik ga op aanstaande dinsdag trouwens weer beginnen. Want ik ga de diensten van iemand overnemen die ermee gaat stoppen. En dat zijn in ieder geval deze wolletjes. Maar ik moet nog een aantal kleine dingetjes. Moet ik nog achteraan. Die moet ik nog gaan zoeken, kopen. Ik ga het alles weer op naald 3,5 breien. Ik brei met drie verschillende draden. Twee of drie draden. Hangt er vanaf wat het wordt. Maar dit wordt een aparte vlog. Ik wil hier eerst al iets van maken. Of dan iets van maken. Iets opzetten. En ik moet trouwens nog uitprinten. Want ik heb het allemaal op de print. En dan val ik weer weg, zie ik. Het is weer onzuiver. Woehoe, kom eens terug. Nou, ik heb er geen zin in. Oh, daar zijn we weer. Oké, nou. En dan laat ik... heb ik natuurlijk... de afgelopen tijd niet stilgezeten, want eentje die was al klaar en die andere was ik mee bezig, die moest ik nog afmaken. Maar ja, van het een komt het ander en dan wil je en dan ga je zitten ervoor en dan word je weer weggeroepen. Dus ja,
Maar deze twee schatjes zijn niet meer alleen. Zijn met z'n tweeën. En deze twee, als sommigen zullen het misschien wel weten van wie ze zijn. Of het patronen zijn. Maar over deze twee en mijn doosje komt een heel apart vlogje. Toch? Nou, ik zou zeggen, iedereen een goed jaarwisseling. Uitkijken met vuurwerk. Een gezond en voorspoedig 2022. En laten we hopen dat we die corona eronder krijgen. En, want het is niet leuk. Ik ben zelf ingeënt. Ik heb corona gehad. Ik heb eigenlijk nergens last van gehad. Maar eentje heel dichtbij. Die heb moeten vechten. Om er bovenop te komen. En dat zijn geen leuke dingen. Als je dat mee moet maken. Oké, ik zou zeggen. Tot ziens!